Dat betekent dat je uh, breder bent en het is eigenlijk een, een opstapje vanaf marketeer naar growth hacker naar growth manager. En die term, de, de, het vakgebied growth hacking, hebben we aardig uitgespeeld. Nu is het een kwestie van strategisch dat manager. En dus hebben we daar growth managers voor nodig. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met DollarTekens Podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met DollarTekens Podcast. Wow, je hebt hem <laughs> echt, nou echt heel goed. Je liep lekker. Ja, en je moet ze vandaag niet vergeten, of nu niet vergeten, dat jij die stelling. Ja, die, die, ja, die, die verwaard het nog wel eens bij schiet ons. Schiet er wel eens bij in. Maar goed, ja. laten we dan nu maar de stelling doen. Ja, inderdaad, laten we de stelling doen. Uh, het is goed om sales targets te bepalen voor volgend jaar. Piet. Ja, volgens mij was het was hem echt letterlijk zo. Volgens mij was hij iets anders. Nee. Het is goed om sales targets voor een jaar op te stellen, staat hij okay, hier. Oké, okay. dat is toch hetzelfde? Oké, okay, ja, nou ja oké, okay, goed zo. <laughs> ja, ik hij kan mag het... opnieuw, hè, deze nee, podcast? Nee nee, 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 dat hoeft niet. <laughs> nee, dat, dat, dat toont de authenticiteit. En als dat de authenticiteit toont... Authenticiteit. Authenticiteit, dankjewel. Dan gaan mensen eerder bij ons kopen. Dus we laten het lekker zo. En over die stelling gesproken. Eens. Dus ja, stel je sales targets voor aankomend jaar... Maar in onze situatie verdomd lastig. Want ja, we hebben toch. Het is people business. zei je ook in de vorige podcast. Ja, en dan moet je voorkast gaan maken. hoeveel mensen denk ik aan te nemen. en hoeveel deals denk ik te closen. En ja, ik heb toch gewoon in het verleden gezien. dat dat niet helemaal lekker kan lopen. En dat ja, toch dingen. dingen in het. in het roet kunnen. kunnen gooien. Ja, maar het hangt er toch ook vooral vanaf. Uh, wat, je, wat je target zijn. En uh, dus. hoeveel klanten wil je erbij hebben? Ja. Als je me nu zou vragen, ja, ik veel, we hebben bijna geen verloop, weinig klanten die stoppen. Het is puur afhankelijk in ons geval van hoeveel mensen kunnen we aannemen. Ja. dan kunnen we ook weer meer klanten aannemen. Ja. en goede, goede growth managers, daar draait de business op. Uh, dus we zijn heel kieskeurig nog steeds. Dat houdt ons tegen. Dat hebben we vorige podcast ook besproken. Um, en Ja, wat targets betreft, ik denk dat het uh, wel goed is om erover na te denken. Wij stellen natuurlijk wel een prognose op. Dus het is niet zozeer vanuit sales een target, maar ik heb wel een groeidoelstelling die we met het hele bedrijf uh, moeten doen. Dus ik maak wel elk jaar mijn prognoses. Uh, en als je dan terugredeneert wat je daar dan voor nodig hebt, ja, dan uh, is het niet zo dat ik dan bepaal: oké, okay, uh, we moeten dus elke maand zoveel klanten erbij hebben. Want. Dat is in heel veel business overigens wel nodig. Hè? Dus in algemene zin zeg ik: ja, je moet wel sales targets opstellen. Met elkaar waar we weer naartoe groeien. Hoeveel klanten we erbij hebben. Wat zou, wanneer is het jaar succesvol? Op je salesafdeling. Maar in ons geval werkt dat niet echt. Zo. Maar je bent er dus mee eens. Uh, ja, dat is een beetje dubbel. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik zou zeggen: ja, het is wel belangrijk om je sales doelstellingen te bepalen. En targets die erbij horen. Uh, maar voor onszelf doen we het dan weer niet. Nee, klopt. Ja. Nou, een beetje lastig. Ja. Nou, uh, eventjes, uh, Deze stelling laten we heel even voor wat het is. Want we komen er straks wel op terug. Want we gaan deze aflevering vooruit blikken. We hebben afgelopen aflevering uh, teruggekeken. Wat is er gebeurd in 2022? We gaan nu naar 2023 kijken. Dus wat zijn we van plan te gaan doen? Uh, en uh, ik ga ook wel uh, open en transparant zijn. Je mag uh, alles vragen. Of ik antwoord geef, is natuurlijk een tweede, maar ik probeer wel eerlijk. Antwoord te geven. Dus mocht jij uh, je afvragen. wat er allemaal in de prognose staat. of wat er in mijn hoofd omgaat. als het gaat om de plannen. dan uh, mag je ze gerust stellen, Piet. Maar ik uh, wil hem uh, ook wel even aftrappen. Je trap hem af. Je bent, je bent al zo lekker bezig, man. Ze hebben 3,5 minuut onder, onderweg. en je zit er nu al goed in. Jezus. Ja, dat klopt. Um, wat we volgend jaar. gewoon doorzetten. dat zijn activiteiten. Uh, rondom events. Uh, wat volgend jaar centraal staat. bij Red and Works. is. Um, niet eens zozeer uh, naast bekendheid, dat was dit jaar het thema. Uh, maar nu we eenmaal bekend staan in de markt, hebben we het idee dat mensen wel weten uh, wie Rap and The Works is, maar niet wat Rap and The Works doet. Ja. Dus het is heel belangrijk volgend jaar om te uh, converteren naar, van naast bekendheid naar aanvragen. Uh, en uh, dat geldt zowel uh, in de vorm van uh, leads dus, uh, van klanten, maar ook leads in de vorm van sollicitanten. Die moeten ongeveer altijd in balans zijn, hé, dat weten we inmiddels. Maar um, ja, wat we wel, uh, dus willen doen, is een hele uitgebreide contentstrategie uitrollen. Nou, die contentstrategie, die uh, dat, dat hebben we natuurlijk al. Maar in dit geval gaan we hem um, heel uh, grootschalig neerzetten. Allemaal op het thema, hou je vast: B2B Growth Marketing. Ik zie het achter je, Jordi Bron. Ja, Voor degene die, die de podcast ook kijken, het staat inderdaad nog hier vanuit een sessie. Ja. Uh, en daarboven staat ook de promotie van de contentstrategie. Nou, dat ik zal even kort uitleggen wat daar staat. Uh, allereerst, we willen dus um, duidelijker laten weten aan de niet-marketeer dat je voor marketing en sales, maar we moeten een woord kiezen, dus is het marketing geworden. Enigszins met pijn in het hart, want we zijn een growth hacking agency. Maar ja, als je duizend mensen op straat vraagt wat uh, growth hacking is, dan krijg je duizend verschillende antwoorden. Tien daarvan die zijn toevallig marketeer of growth hacker en die kunnen er iets nuttigs over zeggen. Maar ook die tien, die zeggen alle tien iets anders. Dus dat is gewoon... Vervelend, ook wel weer te verklaren, hè? want het is ook heel breed. Dus het zijn allemaal verschillende disciplines. Het, zijn, het komt heel veel komt bij elkaar. Um, maar het is ook niet in één woord, of eigenlijk in, nou ook amper in één zin, te vangen wat we nou allemaal doen. Ja, we hebben natuurlijk wel een missie en een visie, en dat is allemaal wel uitgeschreven. En dat zegt zoiets als. Wij helpen B2B bedrijven hun uh, marketing en sales doelstellingen te realiseren. met slimme inbound en outbound uh, tactica. Ja, Oftewel, je hoort het al, ja. mega veel jargon. Voor ons wel duidelijk. Maar voor een uh, uh, ja, gemiddelde, nou laat staan een burger, maar ook voor een CEO. is dat al gewoon niet te begrijpen. Dus ja, veel uh, naast bekendheid hebben we inmiddels. Nu is het een kwestie van dat linken aan. Oké, okay, als ik groei nodig heb. Ja, voor mijn B2B bedrijf, dus B2B growth, moet ik rap and the works hebben. En als ik marketing, ook al doen we meer, I know, heb ik marketing nodig, rap and the works. Dan vertellen we daarna wel dat het veel meer is, complexer, strategie en uh, lead generatie is een onderdeel, niet alles, et cetera. Maar eerst maar even binnenkomen en dat linkje leggen in de hoofden. Ik, ik wil even iets aanhalen, want nou ja, ik heb best wel een goede, goed, goed geheugen. En volgens mij zei je dat één of twee maanden terug. Dat ook wederom vanuit een salesgesprek kwam of een inkomende lead... die gewoon tegen je zei van ik weet niet zo goed wat jullie doen maar volgens ja. mij zijn jullie goed in dus ja. ik zoek ondersteuning voor. Het ja. Ja. klopt toch? Dat klopt en jij hebt dat laatst toch ook weer gehad dat, uh, dat jij een bericht kreeg van volgens mij uh, moet ik bij jullie zijn voor LinkedIn. Klopt, klopt, ja. Ja, jij bent natuurlijk de LinkedIn-man, dus op zich logisch. Ja. Uh, en we willen ook wel geassocieerd worden met LinkedIn, dus niet dat we dat niet doen. Maar het we is nog veel meer. Dat is het punt. Ja, hoe ja. ga je nou uitleggen dat LinkedIn maar een onderdeel, een radartje is in het hele systeem dat we bouwen voor bedrijven? Ja. Uh, Oké, okay, nou dan maar binnenkomen met pijn in het hart, inderdaad, op uh, marketing. Dus volgend jaar B2B Growth Marketing. En we worden dan ook een B2B Growth Marketing Agency. Oké, okay. dat heb ik, heb ik gewoon gemist. Want ja, ik was er volgens mij niet bij dat dit, uh, dit werd verteld. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Ja, je, je, je hebt wel je eigen leven. En dat is jammer, maar je moet ook een beetje rep leven hebben. Ja, Afgelopen klopt. vrijdag had ik weer, uh, zoals ik elke maand doe, een maandpresentatie. Daarin leg ik even uit: okay, waar staan we nou? Wat hebben we gedaan? Waar, waar, wat zijn de resultaten? Wat zijn nieuwe mensen? Hoe staat het met de uh, hiring? Hoe ziet uh, de funnel uh, eruit met klanten en uh, mensen? Moet altijd in balans zijn, nogmaals. En ik geef ook altijd uh, wat updates. Onder andere dit. Uh, want in dit geval hebben we een vrij uitgebreide versie gehad. Waarin we ook vooruitblikten, zoals we het nu doen in de podcast. Dus je gaat uiteindelijk niks missen, Piet. Geen paniek. Ah, Oké, okay, okay. nee, we gaan het je wel vertellen. Net als al andere duizenden luisteraars die we inmiddels hebben. Grote podcast geworden, hè? Wist je dat? Ja, we, we, ik, uh, ik heb een show, show post klaarstaan over onze podcast. We ja. tellen ondertussen meer dan 15.000 downloads. Ja. En ik zag dat je alweer lekker met de selfie uh, bezig was. Ja, die selfie moet wel even opnieuw, want het was helemaal kut. Oh. Nou, doen we, me. <laughs> we okay, maar. dit. het weer dat... aan mij? Nee, 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 nee man. Jeetje, jongen, Het ziet er goed uit. <laughs> Ja, lekker. Oké, okay, we pakken hem door. Um, Terug naar de inhoud. Ja, die contentstrategie. Uh, wil ik even afronden voor we doorgaan. Um, inderdaad, het thema's biedt. Growth marketing, inderdaad. Uh, het thema is ook uh, laten zien dat wij growth managers hebben. Um, dat betekent dat je uh, breder bent. En het is eigenlijk een, een opstapje vanaf marketeer naar growth hacker, naar growth manager. En die term, dat, dat vakgebied growth hacking. Hebben we aardig uitgespeeld. Nu is het een kwestie van strategisch dat managen. En dus hebben we daar Growth Managers voor nodig. Nou, om dat extra lading te geven, had ik een bohikaartje. Luister de vorige podcast wat dat betekent. Uh, en ik zei tegen wen, we moeten veel meer doen met uh, laten zien wat we allemaal kunnen. Ja. Nou, dus uh, er komen uh, ontzettend veel video's aan. Jij bent gek op video's maken, weet ik. Uh, en ik zelf, redelijk. Uh, ik vind het altijd heel veel tijd kosten, daarom werkt het ook zo goed... ...omdat het niet schaalbaar is en dat het echt is, maar dat gaan we dus ook zelf doen. Er komen een aantal type video's, veelgestelde vragen video's... ...maar vooral de belangrijkste, dat zijn uh, whiteboard video's, noemen we dat. Ik ga voor een whiteboard staan, die allemaal ingevuld is al met een, een thema... ...bijvoorbeeld SEO, en dan heb ik uh, allemaal schemaatjes en belangrijke woorden... ...en ik geef eigenlijk gewoon een lezing in 10 minuten, 12 minuten max... Nou, die uh, uh, whiteboards die en, en uh, die video, die wordt uiteindelijk getranscribeerd, uitgeschreven. En dat wordt uiteindelijk een lopend verhaal. Daar wordt gewoon een artikel van gemaakt. Dus dat is even fase 1. Van die video worden weer snippets gemaakt. En die snippets komen weer op social media. Met LinkedIn natuurlijk vooral, maar ook op Instagram, op TikTok tegenwoordig. Ja, ja, we gaan helemaal mee met onze tijd. En daar worden ook weer berichten natuurlijk van uh, gemaakt. Dus ook teksten daarbij. Uit dat artikel worden namelijk gewoon paragrafen gehaald. Hè? En dat is dan meteen ook een deel. Wat in de video zit. Snap je ja. hem nog? Ja, ik snap hem nog. Ja. Oké, okay, hou je vast, want nu komt het uh, mooie aan die contentstrategie. Um, vanuit daar, als we een artikel geschreven hebben, hebben we dus inderdaad ook al social post, video's, korte snippets, en uh, daarin gaan we ook feedback vragen. Dus op de social post vragen we, wat hebben we nog iets gemist, maar ook in de artikel, het wordt ook een LinkedIn-nieuwsletter, waar mensen zich op kunnen abonneren. 20 video's, 20 thema's, onder andere CO, maar ook... Dat nou, zijn echt veel, hoor. maar ook uh, bellen. We hebben uh, online ads, offline ads is dan een thema. Uh, e-mail outreach, marketing automation. Ach, de, de twintig meest voorkomende activiteiten van een growth manager. Zoals dat is bij Works. Van die LinkedIn-nieuwsletter en alle feedback op de social post wordt weer een nieuw artikel gemaakt. Een geüpdate versie. Geen nieuw artikel, ik zeg het eigenlijk niet goed, een geüpdate artikel. Dus V1 wordt versie 1.2. Snap je? hem? Nieuwe, ik snap hem ja, ja. Kleine update van, aan de hand van de feedback. En nu komt het mooie, als we eenmaal rond zijn, um, vergeet het nog even, er nog eindelijk, wordt ook een podcast uh, training van gemaakt. Uh, voor onze Growth Deep Dive komt er een podcast uh, waarbij ik eigenlijk gewoon de les geef. Uh, dus dat is uh, onze andere podcast. Growth Deep Dive. Even sluiken de tussen met zo. Maar als ik hem dan even mag, uh, gelijk mag inplotten op het uh, ice model, daar houden we natuurlijk pan van. Impact, confidence en ease. Ja. Hoe, hoe schat je dit in? Want naar nou, mijn idee, ik hoor je zo praten... dit kost heel veel tijd. Ja, ja het kost een veel tijd. Maar hoe ja, qua resultaat... want ik vind dit oprecht goed klinken. En sowieso snap ik nog niet... waarom jij nog geen LinkedIn newsletter hebt. Want voor mij werkt dat echt supergoed. En ja. zie ik ook dat dat ondertussen... naar de 1500 abonnees gaan, gaat. Ja. En dan hoor je natuurlijk wel altijd... vanuit marketingtermen... never build your house on rent rented land. Dus het is natuurlijk vervelend... dat het in LinkedIn <laughs> ja. zit. Maar goed... Het werkt wel. Je kan er ook een blog van maken. en ja, ja. Een eigen nieuwsletter alsnog, toch? Klopt, klopt, ja. Maar jij gaat dus, dus gewoon multichannel eigenlijk het overal verspreiden. Het is verspreid. echt maximaal repurposeen, om maar ja. even een mooie term in te gooien. Ja. Want we hadden ook een mooie tool, repurpose.io. Ja. Heb je ja. die daar ook voor... Nee, okay. nog niet gebruikt. Jij? Nee, ik ook niet. Nou, ik zie dat je hem wel adviseert op LinkedIn, maar zelf nog niet gebruikt. Nee, klopt. Maar ik, trouwens, ik heb dat wel getest. Ik heb het wel getest en? voor wel LinkedIn goed. en TikTok. Want ik uh, heb een paar dingetjes op TikTok gedaan. Wat? Wat? <laughs> Moet je ook maar ja, vertellen. Dat... dat is heel gant, toch? Jouw TikTok ervaringen. Ja, klopt. ja. Mijn TikTok ervaring. Okay, gooi me maar in. Ja, gooi me maar in. Uh, nou, mijn TikTok ervaring. Staat dat nog online oftussen? Ja, staat het staat nog online. Opzoeken? Nee, nee, nee. Want ik heb, dat, ik heb dat afgeschermd. Maar ik ging. Ik uh, weet nog wel twee, drie jaar terug. TikTok. Het was een hype en ik dacht, ik ga ook eens meedoen. En toen. Zag ik een filmpje over Koen Kardashian en die zei, Louis Vuitton, Koya, en uh, allemaal, allemaal gave merken. Ja, en dat had ik toevallig thuis liggen. Dus ik dacht, ik ga dat eens even nadoen met een, nadoen met een, met een zonnebril op. Uh, die video die ging geloof ik zo naar de 50.000 views. Dus nou, daar kennen ze me ook op TikTok. Maar ondertussen <laughs> ben ik 50.000 je. 50.000 50 hè? is er niks meer. Nee. TikTok uh, doet een beetje video. Wij hebben uh, ook 35.000 op één uh, post gehad. Hè? Echt? Ja. Maar maar dat waren zelf. Maar dat weet je dan niet, nog niet eens van mij. Nee, nee oké. Okay. Maar goed, dus dit je hit is en wij uh, per ongeluk uh, 35.000 hebben. Maar goed. We gebeuren. één uh, post gedaan. Ja. Nou ja. Ja, dus views zijn vooral bots, denk ik, overigens. Maar denk je dat? Ja. Oké. Okay. Nou, maar qua sales, nul, nul opgeleverd. En ook geen vrouwen die mij een bericht sturen van... Uh, ...joh, het ziet er goed uit. Inbound eh, of zo. Gruwelijk, Louis Vuitton. Heb ja. je dan wel zo'n uh, nektasje? Ja, tuurlijk, man. <laughs> <Tot net. laughs> Veel te fout. We hey, pakken ik pak er een door. strategie even ja. Want wat, wat uiteindelijk de bedoeling is van de contentstrategie, is dat er ook een boek. Uh, dus en de masterclasses komen daar nog uit. En uh, er wordt, uiteindelijk worden al die nieuwe artikelen gebundeld in een boek. En ook echt een boek boeken, als in fysiek ja. uh, tastbaar. Uh, geen pdf ook trouwens. Maar uh, vooral uh, je een, een iets dat op managementboek en Bob.com ook te bestellen is. Niet met een officiële uitgever, bewust niet. En dat is omdat we hem vooral willen weggeven. Uh, uitgevers doen er moeilijk over en wij willen hem vooral weggeven. Maar als ik het goed begrijp, ook voor je weer even terug naar de, naar de luisteraars, sales. We hebben natuurlijk heel vaak altijd, of wij, wij leunen best wel op outbound. Hè? Dus uh, met e-mail-outreach, de funnel vullen. En natuurlijk ook uh, via LinkedIn. Uh, ook in de vorige podcast benoemd. Steeds meer gaat nu via, via en Red Daar krijgt echt een naam. Als ik jou zo goed hoor, en dat weet ik ook wel ergens, we gaan nu st eigenlijk steeds meer richting inbound. Ook eigenlijk deze gehele funnel die jij zojuist toelichtte, hashtag B2B Growth Marketing, uh, periode die aankomt voor 2023. Ja, kijk maar even naar achter. Ja. Dat is echt een inbound funnel, toch? Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Maar ondersteunt met outbound. Ja. Dus we gaan gewoon door met onze Outbound-activiteiten. En het voordeel van Outbound is dat we dat heel goed kunnen sturen. Dus we weten wie we aanschrijven. Ja. We weten inmiddels ook heel goed welk script het best werkt. Ja. Welk e-mailtje, welke link LinkedIn-bericht. Uh, LinkedIn werkt wat minder, maar gaan we gewoon wel mee door. Zonder dat het heel vervelend en spammerig wordt. Vooral vragen stellen en mensen uitnodigen voor events bijvoorbeeld. Dat werkt nog ja. wel. Um, en inderdaad, ja, deze uh, nieuwe strategie is behoorlijk inbound. Het zal heel erg bijdragen aan autoriteit. En ongetwijfeld dat er ook echt wel leads uitkomen, inderdaad. Ja, ja inbound. Ja, inbound. Ja, klopt. Gaan we, gaan we weer door. Um, wat we verder uh, willen gaan doen, um, wat ook al online staat. We hebben uh, uiteraard altijd doorlopende factures. We zijn altijd op zoek naar growth managers. Maar in dit geval zoeken we ook uh, nieuwe salesmensen. Ja. ja, dus we zoeken een... Um, Mediër, senior, media eerder. Uh, Aangaande executive-achtig, waarbij je dus wel van A tot Z doet. Misschien de eerste paar letters niet als in prospecten. Dat hoeft op, op een gegeven moment met de tijd niet meer. Maar wel uh, offertes uh, natuurlijk kunnen opstellen. Goed, goed advies kunnen geven. Ja. Eigenlijk wat jij doet, wat daar nu doet. Wat Noor inmiddels ook doet. Ja. Uh, en daar willen we nog iemand naast hebben zitten. Klopt. Dus uh, een man erbij uh, op sales. Of vrouw. Zou die? Ja. Daar dat, dat ah, ja, ja. ik nog wel eens. Hè? Maar ik ben uh, hartstikke hetero, als ik dat even mag zeggen, tijdens deze podcast. Dus man en vrouw, jullie zijn allebei, allebei welkom. Niet dat ik, uh, <laughs> dat ik alleen maar mannen, mannen aan, aan wil spreken. Uh, <laughs> ja, zo dacht maar ik er nog niet. Ja, maar ik, ja, maar ik, noem, ik noem echt altijd man in de podcast. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen. Nou, niet zo specifiek. Nee, in dit geval wel. Maar de, ja, de, het, het uh, kan ook prima een vrouw zijn, volgens mij. Tuurlijk, 100%. Noord Sterker doet het nog, supergoed. Inderdaad, Noor doet het supergoed. Dus Noor, uh, nou, hij zei het voor de camera. Dit wordt ook opgenomen met, met video. Dus uh, knip dit uh, ook eventueel uit voor je eigen social. Maar inderdaad, Noor doet het supergoed. Maar ook als ik meeluister met Noor met telefoongesprekken. Ja, mannen staan gewoon eerder open voor een dame die goed klinkt. En uh, nou, laten we ons eens een keer digitaal met elkaar ontmoeten. Ja, hoor, is dat is echt zo. Ja, echt. Ik meen het echt. Ja? Het is niet gelogen. Nee, ja. Hmm. Okay. Maar ja, goed, ik heb geen data dat ik kan aantonen Kijk maar, een vrouw doet het, doet het beter Maar ja. ik geloof echt wel ergens dat, dat, uh, dat het beter werkt Maar uh, Decision Maker, die hier op de stoel zit uh, Ben jij daar niet gevoeliger voor als, als je wordt benaderd? Ja, ik ben daar heel gevoelig voor maar ja. je ziet die trend toch ook op LinkedIn. Zodra een knappe vrouw een foto toevoegt aan haar, foto, aan haar post op LinkedIn, dan zie je echt gewoon iedereen helemaal losgaan. En ik wil nu niemand noemen, maar ik denk, ik heb echt gelijk een naam top of mind. En die staat echt, nou bijna tot wel tot, tot aan het kinky toe op, op LinkedIn. En die scoort echt likes, jongen. Ja, oh, echt, ik ben echt benieuwd wie dit is nu. Wat ja, is de eerste letter? A. Nee, een L. Weet je al wie ik bedoel? Ja. ja, we zetten het in de show notes. Ja, misschien. Misschien. Al wel de eerste letter. Misschien de tweede letter dan ook. Ja, oké. Okay. Nee, ik, wil, ik wil al nee, meer zeg verklappen, zeg maar dat gaan we niet doen. Nee, okay. bijna kinky. Wel okay. uh, heel okay. interessant. Dus ja. een andere, andere podcast. Andere podcast. Uh, even kijken wat we ja. uh, verder hier nog hebben staan. Nou twee vacatures dus. Uh, account executive en uh, ook een SDR. Um, junior, media eigenlijk meer... Uh, maar wel echt goed in het aanboren, prospecten, super sociaal. Uh, heel makkelijk in het uh, outbound gedeelte. En vooral als die inbouwmachine wel gaat draaien... ook het opvolgen en kwalificeren van de eerste leads. Ja, en wat ik nog veel belangrijker eigenlijk vind... wat ik uh, wil noemen, is vooral ook gewoon passie voor marketing. Dus het vak willen leren en ook gewoon daar gevoel voor hebben... en dat ook leuk vinden. En nu zeg ik hetzelfde, maar... Wel dat je daar ook oren naar hebt. En niet dat je enkel alleen maar zoekt naar sales. Want dat, ja. Ja, dat, dat werkt bij ons gewoon niet. Nee, je moet wel echt... Nou, daar kunnen ook mijn een podcast aan wijden. Maar die moet wel echt wel... Nou, zowel als sales als in marketing interesse hebben. Ja. Want anders ja. wordt het een hele lange rit. Ja. Ga je, ga je niet volhouden. Waar we mee verder gaan is gewoon het uh, team met A-players volstoppen. En we zullen niet degraderen naar B-players, C-players of later in het alfabet. Alleen maar het beste van de beste. Um, we blijven ook focus hebben op B2B. En we blijven daarbinnen ook focus hebben op servicebedrijven met een zwaar salesapparaat. Als in uh, een grote sales cycle, lange sales cycle met zware orders: tonnen, miljoenen. En, en SAAS. En ja. waarom? Dan SAAS ook met een uh, salescomponent. Ja, en dan SAAS niet uh, tientjes mailchimp-werk, uh, online verkoop, maar echt via mensen verkoop. Dus ook zij moeten een salesapparaat hebben. Dat geldt eigenlijk voor allebei. Ja. Want we optimaliseren marketing en sales, daar zijn we goed in. Uh, en waarom uh, we dit specifiek doen en waarom we er goed in geworden zijn, is omdat het gewoon eigenlijk het allermoeilijkste is binnen het marketingvak. En we willen de beste worden, dan ook meteen met de allermoeilijkste hoek van de marketing. Dus we doen geen online optimalisatie van, van een, een webshop met een uh, B2C-product maar wel proberen uh, ervoor te zorgen dat onze klant echt een autoriteit wordt, een expert, dat ook gaat uitstralen en ook langzaam aan, want het is wel een lange adem, een inbound machine ook gaat optuigen. Aangevuld ondertussen met outbound tactieken. Ja. Nou, dat blijft. Ehm... Um, over die contentstrategie, sorry, ik kom er toch nog één keer op terug. Maar er komt ook een nieuwe Academy aan. En daarin is sales ook een heel belangrijk onderdeel. Want we doen zowel marketing als sales. Ook al heten we B2B Growth Marketing. Maar sales is toch altijd wel iets wat we meepakken. Omdat daar ook wel vaak een slag te slaan is. Dat betekent dat er een nieuwe Academy komt. waarbij we eigen content gaan gebruiken. Nu bestaat het vooral uit gevonden content. Uh, en als we die video's toch hebben voor een whiteboard. dan worden dat ook meteen. dat worden de 20 onderwerpen. Die vind je dus ook weer terug in een nieuwe Academy. Ja. Wat ik verder hier nog heb staan is, uh, nou ja, nog heel even over die salesmensen. Uh, er komt ook een sales rol vrij. Vanuit intern. Die willen we niet extern aannemen. Uh, maar ik vind het wel fijn als één iemand gewoon de verantwoordelijk is in plaats van dat ik dat er een beetje bij doe. Want momenteel doe ik het een beetje, zoals je merkt. Ja. Kijk, BAME. Ja, een beetje ja. Je ja. zit nu ook wel een beetje half in deze podcast, man. Ga eens voor goed zitten. <laughs> op <de stoen. laughs> Staat op camera. Nee, nee maar joh, weet je, dat mag je ook wel eerlijk zeggen. Is, inderdaad. Ik voel me gewoon op mijn gemak. Ja, maar dat is goed. Ik, ik voel me ook op mijn gemak. Maar inderdaad, wat je, wat je gewoon ziet aan jou, is, is dat je het erbij doet. En dan ja, doe je het, denk ik, niet op, op ja, de volle ja, 100% je die, zeggen, die, je no maar. die je nodig hebt. Ja. Dat, is waar. dat ja. is waar. En dus dat zie ik zelf ook in. En ja. daarom ook. Uh, ja, dat bericht. Hebben. We gaan een salesmanager uh, aanwijzen. Nou, niet aanwijzen, je, je kan een soort van intern solliciteren. Dat zijn gewoon gesprekken. Je moet een prestatie dan wel maken over waarom hoe jij het zou aanpakken. Dus eigenlijk willen we het meer gewoon hoe zie jij het voor je idealiter? Ja. Dat willen we horen. Ja, uh, ja goed, en dat, uh, dat kan eventueel een externe zijn. Ik geef het alleen weinig kans. Ik zou echt het en hart hard willen voelen. En dat moet uh, iemand van binnen zijn. Zou je Snap zeggen. ik, Snap ja. ik? Uh, ...overigens hebben we daar geen haast bij... ...want ik red dat nog wel... ...het is niet dat ik het helemaal verwaarloos... ...al met al met het team dat we het zo uh, doen... ...gaat het best wel goed... Uh, ...en het is eigenlijk ook zo bij ons dat... ...ja, sales soms heel hard nodig is... ...maar soms ook niet... Nee. ...en we hebben heel veel mensen aangenomen... ...dus de salesmotor moet nu echt wel weer opgestart worden... ...willen we in nou, Q1 uh, echt wel weer klanten bij hebben... ...Q2 zeker... Uh, ...we hadden we een beetje berekend dat we eigenlijk wel 16... ...misschien wel 20 klanten erbij moeten hebben... ...ja, schrikken... Nou. Dus, uh, nee, maar nu aangeboden worden. Ja, dat moet er gewoon uh, ja, aangeboden worden. Het is <coughs> ja. dus ook wel leuk om te benoemen, hoe doen we dat dan? Uh, dus we hebben eigenlijk weer e-mail outreach. En uh, waar we ook al op gaan inzetten, daar nou, hamerde ik de volgende, vorige sales meeting op, dat we ook wel weer echt gaan kijken bij klanten die tevreden zijn, hoge NPS, gewoon aangeven, Joh, we zijn super tevreden. Wat valt daar te halen? Ook van, oké, okay, nog misschien iemand bij wie we een ingang kunnen krijgen. Ja. Zodat, we, zodat we op die manier de, de salesmotor starten. Ja, zeker. Ja, en ik heb uh, weer een belrondje gedaan uh, onlangs. NPS vragen eruit gestuurd. Bijna niemand die daarop reageert. Uh, dus ik ging even nabellen. Maar men is wel heel erg uh, tevreden. Ja. Dus echt. We krijgen hele hoge beoordelingen. Weinig kritiek. Daarom vullen zo, uh, vul zo weinig mensen het in. Want... Als het niet goed is, dan hoor je het wel. Ja. En als het gewoon heel goed is, dan hoor je het niet. Dus dan moet je echt zelf naar vragen of ze wel of neutraal zijn. Hè? Dat kan ook nog, maar als ze negatief zijn, dan hoor je het wel. Ja, want ik ik weet niet of het daaraan ligt, maar ik zag één NPS binnenkomen. Ik heb maar één NPS zien binnenkomen via het slack kanaal Core. Ja. Was het zo dramatisch slecht ingevuld dan? Ja. Oh, jeetje. Okay. Ja, en uiteindelijk. Wel heel veel mensen gesproken. Ja. Um, en slecht ingevuld. En dat was overigens ook een 9 of zo, toch? Ja, klopt. Ja. Klopt. Nou, dat is, uh, die was van Wen, volgens mij. Dat weet ik niet. Je camera ging wel uit ondertussen, hoorde je dat? Kluk. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> nou, tot zover de snippets. En uh, laten we gewoon maar doorgaan. Um, wat ik uh, verder hier nog op heb staan is kantoor. We zitten bij B Amsterdam. Heel cool kantoor. Toch? Ja, 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 ik vind het wel even knikken. Ja, ja. ja. ja heel vet. <laughs> Ja, wel leuk. Uh, nou, wel leuk, dat doe ik het tekort mee, want het is echt een vet kantoor. We hebben uh, beneden padelbanen, een uh, gym. Maak je er wel eens gebruik van? Nooit, nooit. Ook nog nooit geweest, maar het zou eigenlijk best wel een goed idee kunnen zijn. Nou, sommige mensen wel, inderdaad. Ja. Ja, sommige panda's, die staan eerst te zweten, dan gaan ze naar kantoren van de Som. Ja? Uh, we hebben boven, dat vind ik leuker, een wijnbar. Ja. Uh, sowieso hebben we hier een barretje natuurlijk, onze eigen bar, maar boven hebben we ook een, uh, een gro grote wijnbar. Ook echt gewoon een goede. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik zie je wel eens binnenkomen als je van de wijnbar afkomt, maar dan kijk je echt. Uh... Ja, nee, precies, goede wijntjes kunnen we ja. We hebben sowieso een leuk restaurant uh, boven. Uh, echt wel goed, we betaalbaar, maar heel goed. Uh, en nou, we hebben natuurlijk een dakterras met uh, show de boelbanen, oftewel genoeg te doen. Stag hebben we ook nog beneden een winkeltje. Uh, nou, top. Heel erg naar ons zin hier. Maar het is wel te klein. Dus we zijn er wel een beetje uitgegroeid. Zitten Uit, we alweer twee jaar. Hebben ze jou nog niet geüpseld uh, bij je? Jawel, hè? maar is alleen, er is geen plek. Oké. Okay. Dus, en wat ze hebben laten zien, dat zit in B2-kantoor of in B3. Ja. Uh, en ik vind B1, waar we nu zitten, verreweg het leukst. En Vanwege die extra's die ik net opnoem, die heb je dus alleen in dit gebouw. Ja. Die andere kantoren, vooral B3, he, dat heeft ook wel zijn charme. Dat is even chicers. Uh, dit is een beetje. Ja, ze noemen het een beetje Berlin stijl, start-up stijl. Uh, lees niet af. Nee, gewoon rommelig. Ja. Maar ze komen op mijn weg, want dus het heeft ook wel weer wat. Ja, ik vind het wel gaaf, een beetje institutioneel. Uh, in, ja, industrieel. <laughs> In die, moeilijk wordt Ik ja, kwam er ook niet ja. uit. In die, industrieel. Ja, we zijn een die begonnen hier bij de industrie. Industrieel. Ja, industrieel. Ja. Uh, maar inderdaad, qua stijl uh, leuk. Uh, maar kantoor wordt te klein. Daarom staat hij er wel op. Uh, we hebben een paar bezichtigingen al gehad. Uh, het liefste willen we hier blijven. Alleen, er is niks. Dus uh, we staan op de wachtlijst. We redden het op zich ook nog wel eventjes. Maar goed, als resource agency, onze spin-off... wat ook onder de vleugels van Rapenda gestart is als dat hier ook uh, zit, dan zijn we in totaal nu met 23 uh, mensen met nou de twee freelancers van uh, Resource mee 26 of uh, 25 dan ja dat is veel want we hebben maar 16 bureaus ja want over Resource volgens mij hebben we Resource nog nooit genoemd in deze podcast uh. nou Peter Paul initiatiefnemer samen met inderdaad Jeroen Bronnen achter zich ja, uh. is een uh, recruitment marketing agency uh. ja. en Resource is in het afgelopen jaar of twee jaar geleden volgens mij gestart hard doorgegroeid Laten we in de laatste minuut eens inzoomen op dat salesapparaat. Want, want nou, ik denk dat dat wel echt te. te dat gaan we niet redden, want het is heel veel over te vertellen. Maar ik denk dat het leuk is om een keer een vergelijking te maken tussen hoe anders de sales is bij een recruitment marketing agency, die Resource Agency inderdaad ja. heet. Versus uh, de sales bij Red Panda Works. Ja. Dat lijkt me een leuk onderwerp. Dat lijkt mij inderdaad ook een mooi onderwerp. Maar goed, heel kort eventjes dan alvast een, maar een teaser: uh, Resource Agency is begin 2022 uh, ontstaan. Uh, omdat uh, Peter uh, wilde ondernemen. Uh, Twijfelde daar een beetje over. Nou, en toen zei ik, kunnen we het beter samen doen... want dat heeft best wel veel voordelen. Maak gebruik van het netwerk, maak gebruik van de klanten. Sterker nog, ik heb al een paar klanten... die niet echt op hun plek zitten bij Rap and Bugs. We doen het wel, we doen het ook best wel goed zelfs. Maar met oog op focus zijn wij goed in leads en klanten. Uh, dus ja, uh, recruitment marketing, leads in de vorm van kandidaten... is toch een ander spel, ietsje anders. Heel veel gelijkenissen, maar ook wel veel anders. Dus ik zei, nou ja, dan kunnen we beter samen doen. Uh, dat hebben we dan ook gedaan. In, echt in een recordtijd een agency uit de grond uh, gestampt. Met uh, meteen eerste mensen, eerste klanten. Het heeft vanaf dag één volgezeten. Dus hey, we willen wel nu inmiddels wel weer doorgroeien dat we capaciteit hebben. Maar uh, ja, ik ben wel wel trots op om uh, vooral beter te zien, uh, zien knallen. En uh, ja, het gaat, het gaat onwijs goed. Dat is heel leuk om te zien. Ja, ja, dus eigenlijk wat je zegt, hè, vanuit de klantenkring van Red Panda is dat uh, nu ondertussen, nou ja, volgens mij ook een voorwaardige agency. Ja. En wat ook wel leuk is om te zien, is dat Peter natuurlijk ook uh, webinars nu steeds uh, frequenter gaat organiseren. Ja. Waarbij dat ook gewoon heel goed voor hem werkt. En daar deelt hij vooral zijn kennis. Want ja, Peter dit is natuurlijk echt wel... Lopende kennismachine, als ik dat even zo mag noemen. Want hij weet natuurlijk echt alles. Ja, en, ja, vind ik Q van 300. Ja, ja en, die, en die tot leadership idee -achtig, achtig ideeën dat moet je natuurlijk gewoon met de, met de, met de buitenwereld uh, delen. Ja. ja, en dat via webinars is volgens mij voor hem de aangewezen manier om ook zijn salesapparaten uh, draaiende te houden. Juist, Piet, mooi gezegd. Webinars uh, zijn niet dood. Webinars zijn niet dood, en die gaan, daar gaan we ook gewoon mee door. Ja, sowieso ja. events gaan we mee door. Uh, nou, dit hele rijtje gaan we mee door, Piet. Ja, dus eind januari inderdaad. Volgens mij één dag na mijn verjaardag. Nou, dat weet ook iedereen wanneer ik jarig ben. 29 januari is mijn verjaardag. Volgens mij 30 januari is onze. Uh... Of was dat 30 februari. Nee, het is begin februari geworden. Okay, dus okay. Uh, je zit ernaast, maar hou ons in de gaten. Uh, we zullen het ook wel weer op socials natuurlijk en zo delen. Want we gaan inderdaad weer een live masterclass organiseren. B2B Growth Marketing. Uh, er is -ie. Ja, 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 ja. Die ja. gaan we meteen doorvoeren in de titel. Uh, want we gaan um, onze kennis een compleet nieuw. Nou, niet compleet. De insteek is nog steeds hetzelfde. Maar um, ja, het is wel uh, iets wat we um, grotendeels dan, laat ik het dan zo zeggen. Uh, ja, nieuw curriculum. Nieuw nieuwe curriculum. onderwerpen. Ja, ook weer zo'n lekker woord, curriculum. Uh, en ja, veel nieuwe onderwerpen. Dus we hebben twee nieuwe gastsprekers. Um, en ja, ik denk wel dat het wel gewoon wel weer een mooie show wordt. Want soms is het ook wel een spektakel. Soms is het ook wel een spektakel. Zonder vuurwerk. Ja. Thanks Piet. Mooie afsluiten van deze podcast. Yo, hoi. Hoi. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast-app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.